Oké, okay. in dit filmpje heb ik het over het uploaden van filmpjes op YouTube. Je kunt dat op je eigen kanaal doen en dan zie je je logo hier staan. En dan heb je twee mogelijkheden: een video uploaden of live gaan. Dit is niet hetgene wat ik ga uitleggen. Ik zal het uitleggen hoe je het moet doen op het Bea Botanic kanaal. Um, ik heb hier zelf al de link staan, maar ik zal snel even tonen mocht je die link niet hebben en je hebt rechten om daar te uploaden. Anders moet je het dus aan mij vragen. Dan kun je hier voor het kanaal schrijven: studio.youtube.com. En dan kom je eigenlijk terecht in het menu van het kanaal van Bea Botaniek. Het is een beetje een omslachtige manier. Als er simpelere manieren zijn, mag iemand anders daar ook eens een filmpje van maken. Oké, okay, maar bon. Dus we hebben hier het maken van een filmpje. Dan heb je maar één mogelijkheid niet meer: video uploaden. Ik selecteer een bestand. En dat is dus mijn mp4 die ik daarnet geplakt heb. Dus waar staat hem? Hier MP4-plakken, stap 1. Ik upload het filmpje. Zie je zo. En dan kun je al terwijl hij nog bezig is met het filmpje te verwerken, en dat zie je hier onderaan, hè, hier zie je 0% verwerkt, kun je ondertussen de informatie over het filmpje invullen. Dus uh, waarover gaat het hier? MP4-tools uh, downloaden. En install, installeren. Um, je kunt hier een thumbnail kiezen. Dat doe je best achteraf. Playlists kiezen. Dat kun je ook nog altijd doen achteraf. Dan hier even een uitleg: um, video gemaakt voor kinderen. Ik kies nee omdat ze bedoelen: hier met kinderen bedoelen ze uh, jonger dan 13 jaar. En dat is niet het geval. Maar dus bij de leeftijdsbeperking geavanceerd staat er dan dat het wel ook voor anderen mag. Dus dan klopt het wel weer. Video-elementen hoeven we niet te doen. Dus skip. En dan de zichtbaarheid kun je kiezen om het openbaar te plaatsen. Je kunt ook kiezen om het verborgen te plaatsen. En dan moet je de link delen. Uh, wat is het verschil als iemand het filmpje zou zoeken? Gewoon op YouTube dan vindt hij het niet. Terwijl dat bij openbaar dan, openbaar, dan vindt hij het wel. En dan klik je hier op publiceren. En dan staat je filmpje erin. Kun je die link hier eventueel kopiëren om, um, om te delen? Je gaat terug naar video's en daar zul je ook video's van andere mensen zien staan. En je klikt uh, als je de thumbnail wil aanpassen, en dat raad ik je ook aan. Uh, klik je op potloodje en kun je eventueel dus nog andere dingen aanpassen. Ik zal gewoon de thumbnail tonen. Dus hier wil ik mijn startscherm laten zien. Ik klik op 'opslaan' en dan zie je hier dat het startscherm is veranderd. Ziezo, zo kun je iets op Botaniek uploaden.